dat er mensenrechtenadvocaten zijn die echt heel erg moedig werk verrichten. Het is een onderwerp wat me enorm aan het hart gaat. Ja. Dat je in een team werkt wat echt internationaal is en iets wat echt impact heeft. DLA Piper is een zeer actief bureau als het gaat om pro bono werkzaamheden. En daarnaast, misschien wel een klein beetje in het verlengde daarvan, ook zeer betrokken bij alles wat met mensenrechten te maken heeft. Deze twee thema's, daar is mijn gast een behoorlijke specialist in. En Michiel is mijn gast. Michiel Koenraads, van harte welkom. Dankjewel. Laten we beginnen met het pro bono werk. Jullie doen daar heel veel aan, hè? Ja. Ja, wij vinden het enorm belangrijk, pro bono werk. En dat vinden we omdat we een van de grootste kantoren wereldwijd zijn. Ja. Maar we hebben wel heel lang al lokale presence. Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn we al 100 jaar. Dus we maken echt onderdeel uit van die community. Ja. Dat is reden 1. Reden 2 is dat onze medewerkers het super belangrijk vinden. En in de recruitmentmarkt zien we altijd dat mensen vragen: wat doen jullie met pro bono? Ja, ja, ja. En een andere hele belangrijke reden is dat onze cliënten het belangrijk vinden. Mm. Die vragen daar ook om. En wij doen allerlei pro bono projecten ook samen met onze cliënten. Dat we shoulder to shoulder met ze aan projecten werken. En wat is de schaalgrootte van die pro bono werkzaamheden? Ik bedoel, waar hebben we het dan over? Nou, ongeveer op jaarbasis doen we ongeveer 200.000 uur, om een getal te noemen. Nou, kun je wat tarieven bij jullie, maar dat is tegenwoordig een aardig bedrag. Dat is een behoorlijke investering, is het? We hebben door alle geledingen van het bureau? Of zijn het dan alleen de... We zijn enorm inclusief op dit gebied. Iedereen mag meedoen. Ja. En dat gaat dus om dat je bijdraagt vanuit je eigen skillset en expertise. Ja. En met die enorme schaal die we hebben, zijn er altijd mensen die over een onderwerp heel veel afweten. Mm-hmm. Zijn dat ook de entries tot projecten? Of gebruik je daar bijvoorbeeld belangenclubs? Want ik kan me voorstellen dat de keuze voor wat je doet, waar ik zo meteen wat concrete voorbeelden van wil horen. Ja. Maar hoe bepaal je die projecten? Nou, dat is inderdaad een goed punt, want er komt heel veel. Er is heel veel werk, er is heel veel te doen. En er is ook heel veel wat je gewoon aanspreekt, wat je graag zou willen doen. Dus we proberen het een beetje wat structuur in te brengen. En dat doen we doordat we kiezen voor 3 thema's. Dat is kinderrechten, rechten van migranten en the rule of law, zoals dat in onze business dan heet. En dat gaat het over het versterken van rechtssystemen in landen waar we de traditie nog niet zo hebben. Zoals bijvoorbeeld dat we trainen rechters en officieren van justitie in het Caribisch gebied of in Kosovo of in Nepal bijvoorbeeld. Waar we trainingen geven aan vrouwelijke advocaten. Ik ben zelf net terug uit Zambia, waar ik les heb gegeven op de beroepsopleiding voor advocaten. Hoe is dat? Nou, het is fantastisch. Het is een enorme ervaring, is het. Wat is het niveau van de studenten? Nou, heel veel van hen die hebben al een carrière achter zich. Als bedrijfsjurist of als officier. Ja. En willen nu advocaat worden. Dus dat behoorlijk stevig niveau. Wat mij opviel is dat er meer vrouwen dan mannen in de Zambiaanse advocatuur zitten of willen. En dat die enorm actief zijn. In die training, het was echt een hands-on onderhandelvaardigheden training, waren die vrouwen ook altijd behoorlijk onder voorvoet. Kon je het winnen van ze of niet? Wat zeg je? Kon je het winnen van ze met onderhandelen? Nou, we hadden soms wel eens groepjes waar toevallig mannen tegen vrouwen onderhandelen. En de vrouwen die wonnen altijd. En hoe kijken zij dan tegen jullie aan? Zo van, oh, daar komt daar een toch, zeg maar, westers getint, noem ik het maar even. Advocatenkantoor komt daar langs en die zegt, wij gaan jullie helpen. Ja. Hoe staan zij daar tegenover? Nou, we proberen dat precies, om die reden willen we dat altijd samen doen met onze kantoren on the ground. Hè, dus dat we niet die daar zitten ook in al dat landen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus we komen dan niet als de Europeanen of de Amerikanen daar lesgeven. Maar het is echt altijd met lokale advocaten die bij ons werken. En vaak ook met cliënten die daar ook on the ground zitten. Ja, ja. En daarmee laten we ook zien dat die dingen die we daar leren, dat ook echt typisch internationale thema's zijn. Zoals bijvoorbeeld onderhandelvaardigheden of courtroomvaardigheden. Mm. Juridisch schrijven, dat soort dingen. Dat zijn echt grensoverschrijdende dingen. Ja, is dat zo? Is het niet dat je onderhandelen in Zambia heel anders doet dan op de Nederlandse markt? Nou ja, ja. Als je wat ervaring ophaalt uit de zaal, dan gaat het vaak over de bruidsschat. Dat is altijd het thema. Maar in het
Het zakenleven daar wordt altijd het model gebruikt wat internationaal wordt gebruikt. Jij noemde ook migranten als tweede uit een spannend focusgebied. Van waar die keuze? Nou, omdat dat een bevolkingsgroep is overal op de wereld die het moeilijk heeft. Ja. En het is een van de thema's in onze tijd. Hoe blijf je uit de politieke discussie? Want tenminste, ik kan me zo voorstellen dat je die niet zozeer opzoekt als die Piper zijnde, toch? Met dit soort werk. Nou ja, kijk, het is niet zo politiek, omdat je uiteindelijk daar niet. Het gaat niet over de vraag over wat je met migratie moet en of dat goed ding of een slecht ding is. Uh-huh. Dat zou politiek zijn. Maar het gaat erover dat mensen die bijvoorbeeld in Nederland komen, hoe je die helpt om een nieuw leven op te bouwen en hier zich snel thuis te voelen en onderdeel uit te laten maken van de Nederlandse samenleving. Wat je ook weer wel als een politieke keuze kan zien natuurlijk, als dat het beleid is. Ja, toch? Nou ja, ja. Als dat politiek is, zo be it. Ja, precies. Ja. En kinderen als een thema wat denk ik heel erg kwetsbaar is ook. Ja, klopt. Ja. Absoluut. Ja. Kijk, en kinderen. Dat die zitten altijd in de knel in oorlogsgebieden. In gebieden waar je te maken hebt met climate change bijvoorbeeld. Of met natuurrampen, et cetera. Dus wij werken samen met UNICEF. Mm. UNICEF is een van onze 13 key clients. Naast bijvoorbeeld ING of Amazon of Unilever. Ja. Omdat we dit net zo belangrijk vinden als het werk voor die grote klanten. Ja. En wat we bijvoorbeeld doen is UNICEF helpen met een soort ontwikkelen van internationale standaarden voor kinderrechten. Wat een voorbeeld is dat we nu helpen met het maken van wetgeving tegen kinderhuwelijken in Francofoon Afrika of kinderarbeid in Bangladesh. Nou, en dat zijn dingen waar je dan met de skills die je hebt, hands-on kan bijdragen aan het verbeteren van wat er ver weg gebeurt, maar ook wat er dichtbij gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld die migrantenrechten voorbeeld, dat is gewoon een workshop die we hier in Amsterdam doen voor Amsterdamse vluchtelingen met Amsterdamse advocaten die je dan juridisch kan helpen, maar ook door bijvoorbeeld als mentor één op één iemand zich snel thuis te laten voelen. Heb je soms niet de neiging om hier nog veel meer tijd aan te spenderen dan het normale werk? Nou ja. Het is een onderwerp wat me enorm in het hart gaat. Ja. Wat ik ontzettend leuk vind, is dat iedereen dus meedoet en dat je in de organisatie een enorme enthousiasme hierover voelt. Ja. Mensen die. Je hoeft een zaak niet proberen ergens kwijt te kunnen. Mensen komen echt bij langs van: heb je nog wat? Kan ik ergens aan meedoen? Mm. En wat onze medewerkers ontzettend leuk vinden, is dat je in een team werkt wat echt internationaal is en iets wat echt impact heeft. Mm-hmm. Een voorbeeld is iemand in mijn team die werkt nu aan het maken van wetgeving voor bevolkingsregistratie in Somalië. Nou, dat hadden ze daar nog niet. De verleiding is natuurlijk dat ze dat dan iets westers gaan kopiëren. Maar ja, dan mis je een kans, omdat het ook gewoon beter kan dan wat we hier hebben. Ja, nou, en hij werkt dan met een team van 8 mensen uit 8 verschillende landen. Nou, en dat is. Dat is wel inspirerend, omdat je dan voelt dat je echt onderdeel bent van een global community. Ja, van een samenleving. Ja. Hey, je noemde net het woordje rechten al even. Rechten voor migranten, vluchtelingen, voor kinderen. Mensenrechten in zijn algemeenheid. Daar hebben jullie is dat een thematiek die veel terugkomt in jullie cliëntcases? Ja. Kijk, onze cliënten zijn allemaal, bijna allemaal, zijn multinationals die internationaal zaken doen. En om wat cijfers te noemen, je hebt wereldwijd ongeveer 100.000 multinationals met 900.000 dochters in het buitenland. En die samen zijn verantwoordelijk voor 2/3 van de wereldhandel. Dus het is een enorm internationalisering, globalisering. 100.000? Ja. Maar dat vind ik nog veel. Ja, kun je nagaan. Dus het is globalisering en internationalisering van de handel is natuurlijk het thema van, sinds de jaren 50 ongeveer. Ja. Wat er hand in hand mee gaat, is het andere global thema. Dat is namelijk mensenrechten. En hoe ga je om met de vervelende bijproducten van internationale handel? Nou, en dat is iets wat. Wat zijn dat, vervelende bijproducten van internationale handel? Nou, kinderarbeid bijvoorbeeld. Ja, ja. Kijk, je ziet wel eens
het wel eens gezien, de race to the bottom. En dat de bedrijven het vooral goedkoop wilden doen. Ja. En dat ze dachten, nou kijk, mensenrechten, dat is een lokaal ding. En als ik mijn kleding in Bangladesh laat maken, dat is het probleem van de Bangladeshi overheid om te zorgen voor die mensen. Als ik het shirtje maar voor €3 kan aanbieden. Ja, precies. Nou, en dat is iets wat al lang niet meer zo is. Maar een moderne manier van kijken is heel anders. Komt ook omdat consumenten er anders naar gaan kijken. Overheden kijken er anders naar. En ook bedrijven zelf die vinden dit nu belangrijker. En die komen aan ons voor advies van hoe moeten wij nou omgaan met die global bijproducten van de global handel. Ja. En wat zeg je ze dan? Nou, het zijn eigenlijk drie thema's die daar spelen. Het is het maken van beleid. Wat vinden we belangrijk? Hoe gaan we ermee om? Hoe richten we onze organisatie in? Het thema due diligence noem ik het dan maar. Dat is op basis van mensenrechten due diligence? Ja, precies. Dus financiële due diligence, maar een... Mensenrechten. Ja. Bijvoorbeeld, je bent een bank en je gaat de bouw van de stuwdam in Indonesië financieren. Ja. Nou, dan heb je wel als bank de plicht, zou ik maar zeggen, om te onderzoeken wat het nou precies voor impact heeft, die dam. Ja. En dan stopt het dus niet bij je bureau van ik financier alleen maar. Ja, maar het gaat verder. Ja. Dus dat due diligence. Ja. En het derde is access to justice. Van hoe word je nou daarvoor accountable gehouden door de buitenwereld? De buitenwereld zijn dan aandeelhouders, belangengroeperingen, consumenten, overheden. Nou, en daar moet je, vind ik, holistisch naar kijken, naar dat hele thema. En altijd voor ogen blijven houden dat het een wereldwijd probleem is, een global problem is, en dat je daar ook een global solution voor nodig hebt. Hoe doen de multinationals dat? Als je daar de thermometer is, je geeft ze een rapportcijfer, even en generaal. Ja, nou, dat is al een wereld op zich, hè, hoe je dat meet. Ja. Een van de manieren die NGO's of belangengroeperingen nu gebruiken is inderdaad het meten. Ze maken ranglijstjes van hoe zit het in de food and beverages industry, zou ik maar even zeggen. Ja, ja. Welke bedrijven doen het goed, welke doen het slecht, en dat publiceren ze. Aan de hand van meetbare, objectieve criteria. En wat zijn die criteria dan? Waaronder kinderarbeid, neem ik aan. Ja, of aanslag op het milieu. Ja, exact. Nou, dat soort dingen. En hoe ze ook hoe ze omgaan met kritiek van buiten en hoe ze dat incorporeren in hun eigen organisatie. Ja, 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 ja. Nou, en dat publiceren ze dan. En dat heeft een soort zelfreinigend effect. Want niemand wil onderaan zitten. Nee, nee. Ja, precies. Mensen willen graag daar goed op staan. En daardoor is dit eigenlijk het tegenovergestelde van wat we in heel veel andere sectoren ziet, zoals in de wereld van belasting, waar heel lang de race to the bottom heb gezien. Ja. Of in climate change, waar het probleem is dat niemand first mover wil zijn. En dat doen we dus hier in dit veld doen we dat echt wel wat anders. En doen we dat bang voor de schadelijke gevolgen voor de business, of doen we dat omdat we geen kindertjes aan het werk willen zetten? Nou ja, dat. Is het ethisch of is het commercieel waar langs de beslissingen worden genomen? Ik denk dat eigenlijk hand in hand gaat. Want op het moment dat je het niet eens doet, heb je commerciële problemen. Want je kan het niet uitleggen aan je klanten. Je krijgt zeker problemen met belangengroeperingen en met overheden. Mm-hmm. Dit is gewoon niet meer een moderne manier van zaken doen. In welke landen is het, zonder nou de boeman te spelen, maar waar zitten je cliënten van jullie waar echt nog werk aan de winkel is? Waar de cultuur of de common sense nog, zeg maar, ja, wat ouderwets is ingericht? Ja, nou kijk, en dit is dan wel een soort moeilijk politiek ding. Ja. Omdat je heel vaak worden in niet-westerse landen wordt dit nou gezien een beetje als een westers construct. Ja, ja, ja. Is het dat niet meer? Nou, ik denk dat inmiddels, vroeger was het dat zeker, hè, dus in de klassieke benadering van mensenrechten, wat al in de verlichting allemaal begon. Maar tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is het dat er een internationaal stelsel van normen ontstaat. Bijvoorbeeld de Verenigde Naties heeft daar wat guidelines over gepubliceerd. De UN Guiding Principles. De OESO publiceert daar richtlijnen over. Dus je hebt een behoorlijke collectie van
van soft law, zou ik maar zeggen, die echt internationaal zijn samengesteld. Dat er een soort universeel statuut ontstaat van wat mensenrechten zijn. Maar ook daar zie je nu alweer, want ik las ergens dan in het nieuws een artikel dat de EU alweer zich uit een of andere VN-verdrag onderhandelingen had getrokken, omdat ze vonden dat ze te weinig invloed hadden. Je hebt natuurlijk een risico dat je toch een soort waarden en normen houdt. Ja, maar wij vinden dit, ja, maar wij vinden dat. Denk jij dat het mogelijk is om naar een soort universeel model te gaan waarbij alle waarden en normen en inzichten, mooi en holistisch noem jij al, gaat dat gebeuren? Nou, kijk, dit is allemaal politiek, dus dat gaat met horten en stoten. Ja. En ook als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je altijd dat dit met horten en stoten ging. Omdat er mensen, activisten zijn tegen zo'n verdrag omdat het niet ver genoeg gaat. Ja. Er zijn niet-westerse overheden die zeggen, ja, ho, hou eens even op met je neocolonialisme. Ja, 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 ja. En er zijn bedrijven die het niet willen, omdat zij toevallig nog wel in de goedkope business in kledingbusiness in Bangladesh zitten. Dus dat zijn allemaal dingen die altijd al hebben gespeeld. Maar dat wil niet zeggen dat dit uiteindelijk wel toegroeit naar zo'n global solution for global problem. Hoe activistisch, misschien niet helemaal juist woord, hoe principieel zijn jullie daarin als het gaat om samenwerking met cliënten? In hoeverre screenen jullie cliënten op dit soort issues? Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk gebonden aan allerlei wetgeving daarover. Je hebt bijvoorbeeld de UK Modern Slavery Act. Nou, kijk, dat vinden we wel belangrijk, dat we niet zaken doen met bedrijven die daar echt verkeerd doen. Ja, ja. Want we willen ze wel graag helpen om het beter te doen. Ja. Precies. Ja. Dus in zoverre zijn het misschien juist wel interessante cliënten om ze te helpen hoe ze het, als ze de vraag hebben om het te verbeteren. Loop je nog risico's? Want ik las, er zijn misschien excessen, maar van een advocaat in Iran die zomaar het woordje mensenrechten in de mond nam en die al meteen 148 zweepslagen voor de snuffert kreeg. In hoeverre loop je dat soort risico's nog als je daar te expliciet mee bemoeit? Nou, kijk, onze klanten zijn dus vooral NGO's, overheden en individuen. Ja. Dit is wel gewoon altijd onderdeel van onze risicoafweging. Maar wat ik belangrijker vind eigenlijk aan dit thema, is dat er mensenrechtenadvocaten zijn die echt heel erg moedig werk verrichten. Die daar met de poten in de modder staan. En daar bijvoorbeeld in Iran opkomen voor mensen die daar echt ongelooflijk in de knel zitten. Ja. Of een ander land. Nou, en ik voel mij als advocaat, voel ik me daar enorm mee verbonden. En ook met met mijn beroepsgenoten. Ja. En dus een van de dingen die we bijvoorbeeld dat vlak doen, is je hebt een fantastisch initiatief van de Amsterdamse Orde. Dat heet Lawyers for Lawyers, advocaat voor advocaten. Waar dus als advocaat waar je hoog en droog hier in Nederland zit, ook opkomt voor die beroepsgenoten in het buitenland die zou moedig zijn hun nek uitsteken. Hoe doe je dat? Hoe wordt dat vormgegeven dan? Nou, dat je je stem laat horen. En het is een beetje wat UNICEF vroeger deed, zou ik zeggen. Maar het is net zo goed, wat ik altijd zeg van onze klanten, bedrijven moeten verder kijken naar hun verantwoordelijkheid. Dat vind ik dat ook geldt voor advocaten. En ik voel me dus enorm verbonden met die moedige man of vrouw daarin. In Iran in dit geval. Ja. Spannende, laat ik zeggen, een mooie spanning tussen idealisme en commercie, als ik het samenvat. Ja. 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 Nou, daar wens ik je heel veel succes mee te komen. Dankjewel voor je betoog. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek in de reeks van DLA Piper. Wil je er meer zien of horen, kijk op cvd2.nl of kijk op Spotify of iTunes. Dan kun je de hele serie lekker volgen onderweg, waar en wanneer je maar wil. Dankjewel. Hoi.